Welkom in de Provinciale Hogeschool Limburg te Hasselt. Wij hebben vandaag onze open deurdag waar wij ouders en studenten verwelkomen om nieuwe opleidingen te volgen. Alle departementen zoals architectuur en beeldende kunst, handelswetenschappen en bedrijfskunde, gezondheidszorg, biotechniek en lerarenopleiding. We hebben vandaag al allemaal heel veel volk over de vloer gehad om informatie te verschaffen over onze opleiding. Mijn laatste jaar hier op de handelsschool hier langs. En ik heb gehoord dat het open deurdag was hier op de PHL. Dus ben ik eens langsgekomen, ook vooral omdat mijn ouders hier hebben gezeten. Leek me dat wel heel interessant om eens langs te komen. De richting vertaler-tolk spreekt me wel het meeste aan, omdat daar ja, de talen het meeste aan bod komen. Als eerste jaar dat ik hier directeur ben van deze hogeschool, ben ik bijzonder trots dat deze open deurdag een heel groot succes is. En dat wij heel zeker de stijging van het studentenaantal dat we vorig jaar gekend hebben, weer kunnen voortzetten. Ik ben in alle departementen geweest en daar waren zeer gedreven mensen, studenten uitleg aan het geven. En er waren ook bijzonder veel mensen, dus ik kan alleen maar zeggen dat ik heel gelukkig ben. Ik ben ook heel gelukkig dat het laptopproject, waar in het beginjaren wel kritisch naar gekeken werd, echt heel succesvol aan het worden is. Zelfs zo succesvol dat wij heel nauwe contacten hebben met grote bedrijven over de hele wereld die bijzonder interesse hebben in dit laptopproject. En dit samen met alle ontwikkelingen die iCity kent. Dus het gaat goed met de PHL en ik ben een heel gelukkig man.